Sonos voor Android is sinds vandaag beschikbaar. En ik probeer even te laten zien om te kijken hoe makkelijk dit is om op te starten. Nou, je downloadt hem natuurlijk eerst vanuit de market. Vervolgens installeert hij zichzelf en zou het als 1, 2, 3 moeten gaan. Nou ja, die is nu dus geactiveerd om te zoeken. Ik druk op de mute en volume button. Om te kijken of ik een connectie kan maken. Als het goed is, moet dit direct gaan. We gaan ook even meteen op de Zonebridge drukken. Die staat bij mij in de meterkast bij de NAS. Even kijken, hier is dat knopje. En dan zou dat meteen moeten connecten. Met de nadruk op zou meteen moeten connecten. Ik zie nog helemaal geen verbinding. Dat is heel erg vreemd. Ook gezegd, ja hoor. Het is ook gewoon niet zo leuk. Het systeem werkt wel. Maar de app op de HTC Desire doet het gewoon hartstikke niet. We gaan eens kijken of het op de Samsung Galaxy Tab werkt. Want op de HTC Desire hebben we het gewoon absoluut niet aan de praat gekregen. Nou, hij zegt weer hetzelfde natuurlijk. Druk op de mute en op de volumeknop. Daar gaat hij dan. En deze connect wel meteen. Dat is heel erg vreemd. Goed. Setup complete. Ja, zo kan het dus ook. Update is available. Nou, dan gaan we dat maar doen. Deze melding heb ik trouwens niet gehad op mijn CR200 net. Die, nou ja, misschien had ik het handmatig moeten doen. Goed, ik ben natuurlijk wel benieuwd of na de update de software wel werkt op mijn HTC Desire. Het blijkt dat na de update de telefoon het wel doet. Ik heb hem overigens ook even herstart. Dus waarschijnlijk is het een lokaal probleempje geweest in mijn eigen netwerk. Nou ja, u ziet het. De applicatie ziet er nagenoeg hetzelfde uit als op de CR200. En ik kan gewoon keurig Spotify benaderen. Op albums zoeken. Even terug naar het hoofdmenu. Muziek library. Nou, kan ik ook lekker op mappen zoeken. Uiteraard even een vlak, chicane. Hoppa. Ja, dit werkt als een trein.